de uitkomst ziet zijn, omdat het kabinet zichzelf heeft voorgenomen niet te berusten in deze uitkomst. Ik denk dat mijn conclusie staat, voorzitter. Ja, alle ellende begon dit weekend, om precies te zijn vrijdag, op de persconferentie van Lubbers na afloop van het kabinetsberaad. Hij wekte toen op zijn minst toch de indruk dat hij, als het nou echt niet anders kon, die min 1% voor de minima wel aanvaardbaar vond, terwijl de hogere inkomens er juist op vooruit zouden gaan. Lubbers vond zo'n vergroting van de inkomensverschillen, zo'n denivellering, eigenlijk ook niet zo slecht. Maar hoe kon hij dat met de PvdA als partner nou toch zeggen, wilde de VVD vandaag weten. Waarom moest u nou zo uitgebreid ingaan op die heilzame werking van die denivellering, wetende dat dat voor de Partij van de Arbeid niet aanvaardbaar is? Wat heeft u daarmee bedoeld? Zal ik u precies zeggen. Als je na wekenlang tot de conclusie komt, dat het mogelijk is om wat beter uit te komen dan een min 1, maar zeer onwaarschijnlijk is dat je nul haalt, ben je de zaak aan het bedotten als je daar niet iets van zegt tegen de pers. En gewoon daar maar te zitten en te zeggen, ja, de koopkracht, dat weten we nog niet. Daar hebben we geen flauw idee van. Dat is gewoon niet goed, dat zou niet juist zijn. Dus je kunt het maar beter zeggen. En ik heb dat dus ook heel bewust gezegd. Voorzitter. En ik ben daar ook verder op ingegaan. En natuurlijk, altijd, ik heb het wel eens eerder gezegd, politiek is niet iets voor bange mensen. Als je je uitspreekt, word je kwetsbaar. En dan zul je weer nadere antwoorden moeten geven, maar dat op te lossen door niks te zeggen op persconferenties, daar geloof ik helemaal niets in. Voorzitter, de minister-president, met respect, gaat langs de kern van de zaak heen. Uw kern. Hij neemt zijn toevlucht tot een technische uitleg waarom een en ander noodzakelijk was. Hij kan niet ontkennen dat hij daar omstandig de verdediging van een denivelleringsoperatie op zich heeft genomen in het belang van het beter functioneren van de arbeidsmarkt. Daarmee bij iedereen de indruk vestigende dat die denivellering wel bewust was gekozen als een zelfstandig regeringsbeleid. Doelstelling van het regeringsbeleid. En ja, daarmee waren alle problemen te voorzien. Ik kan alleen maar constateren dat de minister-president ofwel buitengewoon onhandig heeft geopereerd. Dat is niet iets wat we van hem kennen. Andere mogelijkheid, dat de minister-president buitengewoon handig heeft geopereerd. En dan vraag ik mij af wat hij daarmee heeft bedoeld. Mag ik, meneer de voorzitter, de geachte afgevaardigde de heer Bolkestein vragen wat er verschilt tussen de brief en wat ik in de persconferentie naar voren heb gebracht? Wat er verschilt is de uitleg die u daarbij hebt gegeven. Nee, kunnen lezen wat ik gezegd heb hier en daar. U was niet bij de persconferentie, maar u heeft praatje minister-president gezien, u heeft interviews gelezen, u heeft stukken geciteerd. Waar zit nu het verschil tussen wat ik op de persconferentie gezegd heb en in het stuk wat naar de Kamer is gegaan? Nou, kunt u me nou precies aangeven waar het verschil zit? En zou het dan misschien kunnen, zo zou ik de geachte afgevaardigde willen vragen, dat het toch maar misschien beter is om die discussie een keer te voeren dan maar te zwijgen en te schmispelen? Want het is een reëel probleem. Het is een reëel probleem als je, waar we in zitten, dat het met de economie er zo beroerd voor staat, dat zonder enige beperking van de koppeling er al koopkrachtverlies dreigt. Voorzitter. Dat we daar een inzet moeten doen op werkgelegenheid. En daar heb ik, dat is mijn sleutelwoord geweest op de persconferentie. En dan weet ik wel dat je daarmee een risico loopt. Omdat werkgelegenheid al snel oninteressant is en koopkrachtplaatjes wel interessant zijn. Nou, dat risico neem ik dan een keer, want ik sta voor werkgelegenheid, daar kies ik voor. En ik zou die persconferentie dus precies zo weerhouden en ik zou niet zwijgen. U heeft de denivellering, niet met name noemende, maar wel materieel, als zelfstandig beleidsdoel verdedigd. En ik kan alleen maar constateren, wanneer u dat doet, dan krijgt u grote bonje met uw coalitiepartner. Die is dan ook gekomen. Maar vicepremier Kok, PvdA, die had geen behoefte om die bonje nog voor te zetten. Hij viel vandaag in het debat Lubbers bij. Hij wilde geen afstand nemen, geen kritiek uiten op Lubbers uitlatingen, die voor hem vrijdag nog reden waren geweest om zich gepakt te voelen. Het was alleen beter geweest, zei hij, als de afspraken die vrijdag waren gemaakt direct zwart op wit waren gezet. Een foutje. Ik betrek dat in de eerste plaats ook op mijzelf en op niemand anders in mijn plaats. Ik loop niet weg voor verantwoordelijkheden, maar ik denk dat wat hier aan de orde was, qua ingrijpendheid, qua
gevoeligheidsgraad, politiek en naar de...